Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Surinaamse staatshoofd roept op tot actie tijdens Summit of the Future. President Santokki promoot Suriname als investeringsbestemming. Suriname, Aruba en Sint Maarten bespreken samenwerking in New York. Presentatie van studiefondsen en diensten door de NOB. En toerisme maand gevierd in boven Suriname met activiteiten in Jau Jau. Tijdens de Summit of the Future in New York is opgeroepen tot collectieve actie met de nadruk op solidariteit, multilaterale samenwerking en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het Pact voor de Toekomst belooft onmiddellijke problemen aan te pakken en te bouwen aan een duurzame, rechtvaardige toekomst. President Chandrika Prasad Santokki benadrukte de noodzaak van multilaterale actie tegen klimaatverandering, economische ongelijkheid en voor duurzame ontwikkeling. Thank you, Mr. President, distinguished heads, distinguished honorable delegates, ladies and gentlemen. Good morning. As we get it at this summit, we are called upon to transform our deeply interconnected world for the benefit of current and future generations. The theme of our summit underscores the critical need and truth, multilateral solutions for a better tomorrow. Today, I find myself reminding ourselves of the reality that many of the commitments and declarations made today echo those that have been voiced time and time again. Therefore, our first decisive action must be to deliver on the promises and pledges made. We must act now with urgency to make this world a better place. Inaction is not an option. The Caribbean, to which my own country Suriname belongs, is a region that is confronted with existential climate threats and financial economic distortions, among which high debt. These nations struggle with enormous challenges in the pursuit of sustainable development, as they lack the financial resources to invest in critical sectors such as health, education, and infrastructure. In 2022, low and middle income countries paid a record of $443.5 billion to cover their external debt, as reported in the World Bank's International Debt Report 2023. Mr. President, funds that could have been directed towards building schools, hospitals, and resilient infrastructure to mitigate the effects of climate change. Yet, the global financial system continues to disadvantage and at times alienate these nations. Now that the multidimensional vulnerability index has been adopted, we expect that this mechanism will be effectively introduced in the operations of international financial institutions. My country, Suriname, for instance, a carbon negative nation with an abundance in resources, is burdened by significant financial and economic challenges. We are successfully implementing reforms and adopting innovative strategies to ensure fiscal stability, sound economic and monetary outlook, sustainable resource management, protect biodiversity, and promote renewable energy and food security. We also face challenges such as inequality and marginalization of certain groups, including indigenous and tribal communities, healthcare access, and quality education, particularly in rural and remote areas, and inadequate infrastructure. All of these are bottlenecks in achieving sustainable development. The 2030 Agenda for Sustainable Development remains our blueprint for a better future. In the sustainable development efforts, recognizing that the
principal obstacles to growth and progress are not of their doing. Let us include the youth in designing the future as part of a world and society approach-based and multi-stakeholder partnership. Let us foster national and global consensus. Let us be a united force. We must transition from fragmented to divisive approaches, comprehensive, inclusive, and transparent global role-based governance structures. In an increasingly multipolar world burdened as we speak by globally impacted regional conflicts of war and humanitarian disaster, it is a responsibility of all of us to call for a strengthened multilateral system. Mr. President, ladies and gentlemen, Suriname welcomes the adoption of the Pact of the Future. More importantly, now is the time to effectively implement the Pact to the benefit of all of us. Tijdens een ontmoeting met de Surinaamse diaspora in New York heeft president Santokki Suriname gepresenteerd als een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeringen. Hij benadrukte de vooruitgang in de olie- en gassector met grote projecten zoals Block 58 en Block 52, geleid door bedrijven als Total Energies en Petronas. Deze ontwikkelingen stimuleren niet alleen de economie, maar creëren ook kansen voor de lokale bevolking. De president riep de diaspora op om bij te dragen aan de groei van sectoren zoals landbouw, toerisme en start-ups. Suriname biedt een pro-business omgeving, een stabiele rechtspraak en macro-economische stabiliteit. We are honored to welcome the president of the Republic of Suriname, His Excellency Chandrika Prasad Santokki, and the First Lady Melissa Santokki Sinasheri, and also a warm welcome to the Ambassador of Suriname of the United Nations and his spouse. Ladies and gentlemen, let us celebrate the evening with joy and camaraderie as we continue to strengthen our bonds and share this momentous experience. I look forward to seeing us all enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Your Excellency, we value your effort and achievements, uplifting the nation beyond its borders. Mr. President, under your guidance, we feel proud that our esteemed ambassador has been elevating our nation's recognition on the global stage, and we are proud of that. So as we enjoy this wonderful evening together, let us also celebrate the values and the shared goals that unite us for the betterment of our motherland. Tonight, let us toast to the road ahead, our continued collaboration, and to the strength of our commitment. I think it's very important to have this meeting. And I was questioned back home before departing on why this diaspora meeting, as they called, was important. And my answer was, the diaspora is not only a group of people who left the country and find a future in another country, but that's what is rooting in these people, and that is the bond they had created with the motherland. But also always looking back to the people of the country, and we see their value in time of crisis. Another time period of uncertainty, they're always there and taking
their responsibility in supporting their people. That's one. And secondly, it is very important to have formal relations with nations, countries, in this case with the United States of America. But it is the diaspora who's adding more value to that bilateral relation with the spirit, with the motivation, with the connectivity, but also being the ambassador for us in the country, in this case, United States and New York. President Santokki heeft op zaterdag 21 september in Manhattan, New York, met Aruba en Sint Maarten de toewijding van Suriname om de samenwerkingsovereenkomsten met de twee eilanden te realiseren benadrukt. Het doel is vooral om sterke partnerschappen te bevorderen. Het staatshoofd had het onder andere over het belang van goede connectiviteit en gemakkelijke reizen tussen de landen. De president gaf aan dat Suriname bereid is om ongeacht de omstandigheden een solide samenwerking te onderhouden en open staat voor investeringsmogelijkheden en technische en financiële assistentie. Premier Evelyn Weyver-Cruz van Aruba merkte het succes van een recente handelsmissie van Aruba naar Suriname. De premier van Aruba benadrukte dat de volgende stap het concreet maken van zaken zoals landbouw en beschikbaarheid van land op Aruba is. Ze gaf aan dat de regering van Aruba momenteel in een demissionaire fase verkeert vanwege de val van het kabinet met verkiezingen gepland voor december. Ondanks deze situatie wordt er gewerkt aan een veelbelovend samenwerkingsprogramma met Suriname. Premier Luc Marcelina van Sint Maarten legde de nadruk op het belang van samenwerking, vooral met betrekking tot de energiecrisis en de uitdagingen op het gebied van menselijk kapitaal. Hij wees op het cruciale belang van transport voor de groei van de economie van Sint Maarten en stelde voor om de transportlijnen zoals een directe route naar Curaçao te benutten. Daarnaast stelde hij voor om samen te werken met andere eilanden met een gedeelde geschiedenis om vitale communicatie en transportverbindingen te versterken. President Santokki wees op de samenwerking tussen Suriname en Curaçao, besproken tijdens VN en GGOG-vergaderingen, en vermeldde dat de voorbereidingen voor een bezoek aan Aruba gaande zijn. Hij onderstreepte het belang van een gezamenlijke aanpak van klimaatfinanciering binnen CARICOM om beloofde betalingen voor koolstofnegatieve landen te waarborgen. Hoewel er nog uitdagingen zijn in de gezondheidssector en connectiviteit, biedt de olie- en gassector met Total Energies veel kansen voor duurzame ontwikkeling. Met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang heeft de Nationale Ontwikkelingsbank, NOB, haar financieringsmogelijkheden voor studenten gepresenteerd. Dit omvat met name het Studiefinancieringsfonds Suriname en het Fonds voor Tegemoetkomingen. Deze diensten zijn specifiek gericht op studenten van VOS-scholen, evenals op studenten van universitair en HBO-opleidingen.
studiefinanciering Suriname. Uit dat fonds verstrekken we studieleningen aan studenten van de universiteit en de hbo-onderwijsinstellingen. Het zijn de hbo-onderwijsinstellingen die zijn geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Studenten moeten aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen. Je moet de Surinaamse nationaliteit hebben of je moet ingezetenen zijn van de Republiek Suriname voor wie het proces tot naturalisatie al is aangevraagd. Of is ingezet. En je moet ingeschreven zijn bij de onderwijsinstelling. Dus je moet ons wel kunnen aantonen dat je student bent. Dat zijn de twee voorwaarden. Wat kun je lenen uit het fonds studiefinanciering? Je kunt het inschrijfgeld lenen. Je kunt het collegegeld lenen. Je kunt daarnaast ook maandelijks een bedragje lenen. Dat varieert tussen de 225 SRD en 2000 SRD. Er zijn een aantal pakketten, ik geloof een stuk of 8 pakketten. En dus je kunt gewoon een pakketje kiezen, tot max 2000 SRD. We hebben daarnaast ook een additioneel krediet. Waarvoor is het additioneel krediet bestemd? Zeg maar als je voor je studie een laptop nodig hebt, dan kun je uit additioneel krediet een laptopfinanciering van ons krijgen. Bij sommige onderwijsinstellingen voor de opleiding moet je een verplichte studiereis maken naar het buitenland. En dat kost natuurlijk ook geld. Je zou dan ook als additioneel krediet voor je studiereis geld kunnen lenen. Maar wel de voorwaarde bij deze twee is wel dat je al een lening bij ons moet hebben en dat additioneel erbij kunt lenen. We hebben recent ook nog huishuurfinanciering gelaunched. Dat is 0% rente. Dat is bestemd voor studenten uit de districten, waarbij de afstand van hun huisadres naar de onderwijsinstelling minimaal 50 kilometer moet zijn en waarbij er geen schoolvervoer aanwezig is. En dan zijn die studenten om die reden genoodzaakt om een kamer of iets te huren, een onderkomen te huren in Paramaribo. Zij kunnen dus maximaal 2000 SRD per maand lenen. Dus zeg maar, als je een maandelijks leenbedrag hebt van maximaal 2000 en huishuurfinanciering wat 0% rente is, de overige hebben wel rente van 4%. We hebben het bewust niet al te hoog gehouden, want als je hem hoog houdt en ze hebben daarnaast nog collegegeld en inschrijfgeld, hebben ze aan het einde van de studie een te hoge schuld. We hebben als bank natuurlijk ook dat we de studenten moeten beschermen. We hebben zorgplicht als bank. En daarom, het is een bijdrage. Het moet het niet volledig dekken, de kosten. Want in feite heb je een ouderbijdrage ook. We gaan ervan uit dat de ouders ook moeten in kunnen, als ze kunnen, dat ze inkomen met een deel. En wij komen met een deel in. En dat is een bijdrage. Het is niet volledig dekkend en bewust ook. Omdat je natuurlijk de student niet wil opzadelen met een hele hoge schuld aan het eind. Want de student lost vaak genoeg niet af tijdens de studie. En de rente loopt wel vanaf dag 1. Dus aan het einde, als de student is afgestudeerd, heeft die al een hoge lening. En ja, als student moet je nog een baan zien te vinden. En je wilt daarnaast natuurlijk ook jezelf opbouwen. Je moet nog een perceel kopen en dergelijke. Dus we houden het bewust niet heel erg hoog. Is een bijdrage. De toerismemaand wordt dit jaar ook gevierd in het bestuursresort boven Suriname, district Sipaliwini, met speciale activiteiten in het dorp Jaujau. De dorpen in dit gebied dragen aanzienlijk bij aan de toerismesector door hun rijke cultuur en authentieke leefwijze. Rabin Buddha deelde op zondag 23 september in een gesprek met de communicatiedienst Suriname meer over de waardevolle rol die deze gemeenschappen spelen in het promoten van Suriname als unieke toeristische bestemming. Vandaag vieren we Wereldtoerismedag op Jaujau. En zoals u weet hebben we de maand september sinds vorig jaar uitgeroepen tot de toerismemaand. En we doen vrijwel alle districten aan. En vandaag is het de beurt van Jaujau, boven Suriname gebied. Vorig jaar hebben we het gedaan op Bakaboto.
Dit jaar hebben we gekozen voor Jojo. En zo proberen we elk jaar een andere populaire toeristische destinatie in het district te pakken om eigenlijk die toerismebewustwording verder te helpen creëren. Elk district heeft zijn charme. Ga je naar het westen, dan heb je een heel andere sfeer, andere culturen. Ben je in het boven Suriname gebied, dan heb je weer een andere sfeer. Als je alleen maar het transportgedeelte pakt, dan komt er na een busrit een boottocht erbij. En dan word je mooi verwelkomd door een zang van de lokale vrouwenorganisatie. En dan maak je de verschillen mee. Elk district heeft zo zijn charme en zo ook het boven Suriname gebied. Elke keer als je naar een bepaald gebied gaat, in elk district, dan zie je dat er een stukje vooruitgang is. Daar heb ik het niet over de COVID-periode, maar als we pakken de post-COVID-periode, dan zie je die stappen vooruit. Qua keuken, qua culinair gebeuren, de kwaliteit van het eten, de vriendelijkheid van de mensen, van de kapitein tot de gewoon doorsnee burger hier. En als je ook hier omheen kijkt, dan zie je ook de creativiteit van banken verwerkt onder de bomen en in de bomen. En ook de traditionele cultuur zie je verwerkt in de hutten. Dus het is heel mooi. Het is heel aangenaam. Wij vanuit het ministerie zijn heel trots dat die bewustwording met de dag toeneemt. En dat mensen alerter worden en harder werken om een beter toeristisch product te leveren. Arken! We even look at Ronta Bis Finis. Something you ne sap moro fa fibi yang. Je acties rep aan a suma yo dwing. En if yang a den dwing if you sameke. Something you rep no sap moro fe yo bigi pe yo pa aan a if yo meke. Mana tranga yung srep in hoopsa den ten fugo mitanga ten. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.